Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting start komende week met de betaling van de verhoogde sociale uitkeringen. Minister André Misikaba is vandaag op een persconferentie ingegaan op de logistieke voorbereidingen in het kader van deze maatregel. De sociale uitkeringen aan senioren, aan zwakke huishoudens en de ondersteuning ten behoeve van kinderen zijn verhoogd. Ook de uitkering aan mensen met een beperking is verhoogd. Ten aanzien van AOV hebben we een bestand, as we speak, van 64.568. En maal het bedrag dat ze toucheren, 525, dan komt u op een cijfer. En u begrijpt dat met deze operatie dat cijfer verdubbeld is. En dat betekent dus dat voor degenen die vragen wat kost het, dan is die berekening makkelijk te maken. Voor wat de mensen met een beperking betreft, wij hebben een aantal van 10.251. Die vraag is ook gesteld, is dit het totaal aantal van Suriname? Zijn er mensen die hier buiten vallen? Als er mensen zijn die thuis zitten, u heeft een beperking of u heeft mensen in uw nabije omgeving die een beperking hebben, ik denk dat de samenleving het weet. Maar indien het niet bekend was, u kunt elke dag zich aanmelden bij ASP om de registratie te doen. Zwakke huishoudens zullen 250 Surinaamse dollar per maand ontvangen. In het binnenland zijn er ruim 5000 zwakke huishoudens, terwijl het aantal in de kustvlakte ongeveer 130 is. Gezinnen met kinderen worden nu extra ondersteund en krijgen een uitkering van 1000 SRD erbij. Wat algemene kinderbijslag betreft, daar hebben we een bestand van, voor wat het binnenland betreft, van 5.154. En wat de kustvlakte betreft, 40.396. En wat wij hebben gezegd ten aanzien van AKB, is dat elke huishouden dat AKB krijgt, een COVID-ondersteuning krijgt van 1000 SRD. We zijn al bijna 3 weken bezig met de betaling van AKB. Dit betekent dus, en wij verwachten dat we komende week al in operatie kunnen gaan. Minister van Financiën is drukdoende om de middelen inderdaad klaar te leggen. Wij hebben ons papierwerk zo goed als af. Minister André Misikaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Hij sprak vandaag op een persconferentie over de sociale uitkeringen.